Nou, het leek erg op de loting van het WK voetbal, maar dan maar met twee teams. Hè. Er zijn twee kokertjes in dit geval. Nou, in beide kokertjes werd een briefje gestopt. De een was D66, de ander was PCW. En daarna werden ze dus in deze glazen kolom gedaan. Dus kokertje dicht. En dan, flink roeren natuurlijk. Zo spectaculair als in Brazilië gaat het er niet aan toe in de raadzaal van Waddinxveen. Maar een uitslag met exact evenveel stemmen, dat komt niet vaak voor. Openmaken, briefje eruit, openvouwen, laten zien, D66. Maar dat je dan gelijk eindigt, ja, dat kan je van tevoren niet bedenken. 4 jaar geleden is het D66er Peter Rubbeling die achter het net vist bij het verdelen van de restzetels. En dat lijkt dit jaar weer te gebeuren als blijkt dat PCW 1 stem meer heeft. Ja, toen dacht ik, jammer, we zitten er net naast. Bij de vorige raadsverkiezingen was ik ook kandidaat voor D66. En toen, toen zat ik er ook net naast, wat stemmen betreft. Toen hadden we al bedacht van nou, de volgende keer maken we een lijstencombinatie. Maar dat het dus op deze manier zou verlopen, dat kan je natuurlijk nooit voorspellen. Die gok pakt goed uit. D66 wint de loting en dus mag Rubbeling toch de raad in.